De semiconductor ETF is populair onder beginnende beleggers en ook gevorderde beleggers. Zelf heb ik al mooie rendementen gehaald op de semiconductor ETF, maar het is nu toch aan tijd om heel voorzichtig te gaan worden. In deze video gaan we een korte analyse hebben over de semiconductor ETF. Het is onderdeel van de grotere video die eerder al op Happy Investors is geplaatst. Uh, maar hier gaan we deze specifiek hebben over de semiconductor ETF. Een paar karakteristieken meer in detail bekijken. En de vraag is natuurlijk van: is het nu nog steeds de juiste tijd om in te stappen? Moeten we misschien vasthouden? Of is het toch de moeite waard om te gaan verkopen? Laten we gaan kijken naar de semiconductor ETF-analyse. Nou, op dit moment heb ik hier de Van Eck Semiconductor ETF uh, staan. Uh, op dit moment uh, plus uh, 75% rendement. Dus best wel lekker. De totale is 4000 euro. En ik heb nu een huidige positie van uh, bijna 6000 euro. Dit was echter meer. Dus als ik ga naar uh, transacties. Transactions, dan kunnen we gaan zien dat ik heb al een deel verkocht en misschien ietsje te vroeg hoor. Alleen, ik heb een deel verkocht, want ik heb dat geld uh, nodig om te investeren in andere uh, ETF's, uh, bijvoorbeeld die van olie en gas en die van Rare Earth. Die hebben toch wel meer interessante waardering op dit moment dan uh, de semiconductor ETF. Maar later op de video laat ik ook zien dat er best wel sterk momentum is. Dus ik zeg niet dat je nu moet verkopen, alleen het is voor mij sowieso een reden om voorzichtig te zijn qua waardering. Nou, hier zie je de verkoop uh, de datum 6 maart. Ook wat ik heb verkocht bijna 4000 euro. En uh, that's it. En de reden was dus voor mij puur om dat geld te herallokeren in andere ETF's die ik veel interessanter vind en ook een stukje aandelen. Waarom? Laten we dus gaan kijken naar de semiconductor ETF en naar de karakteristieken. Nou ja, year to-date rendement is super hoog, mag niet verrassend zijn. En op dit moment is het fonds echt wel groot geworden, dus 1,8 miljard. Dat is gunstig vanwege de liquiditeit. Dus als je een kleine belegger bent, kan je echt binnen een split second kan je, je posities verkopen. Geen enkel probleem, er is genoeg uh, liquiditeit. De kosten per jaar zijn relatief oké. Okay, dus dat is gewoon gunstig. Het is niet super goedkoop, maar het is ook niet heel duur. Ja, de risicoprofiel zie je hier een 6. En dat is gewoon een hoger risico met ook een hogere standaarddeviatie. Gaan we zo meteen zien. Dat betekent eigenlijk dat er best wel flinke koersschommelingen zijn. Waar je natuurlijk ook serieus goed van kan profiteren. Zelfs met gewoon een thema-ETF als semiconductor kan je gewoon lekker goed profiteren van grote dalingen. Nou, heel belangrijk om te weten is dat op dit moment is die top 10 positie. Die is erg geconcentreerd. Dus er zitten alleen maar al 25 semiconductors-aandelen uh, in deze ETF. 25 is al relatief weinig. Maar goed, het is wel goed. Want je hebt dan focus. En met focus kan je makkelijker outperformen, natuurlijk. Dan als je een SP 500 gaat beleggen. We zien hier een totale positie van de top 10 van 77%. Dus hier spreken we over concentratierisico. En deze datum is 29 februari. We zijn nu een maand verder, bijna eind maart. En de positie van Nvidia is flink toegenomen. Dat gaan we zo meteen ook weer zien. Maar je ziet dus eigenlijk dat de afhankelijkheid van de top 10 aandelen voor deze ETF is erg groot. Nou, op deze website en ook op de factsheet geven ze geen voorspelling van de return on equity. Wat eigenlijk natuurlijk heel erg belangrijk is voor de toekomstige groei. Uh, dus dat is jammer, maar je kan natuurlijk gewoon de top 5 hier analyseren en bekijken, zijn die op uh, interessante, uh, interessante waarden? Nou, als je het mij vraagt, is Nvidia overgewaardeerd, Broadcom is overgewaardeerd, ASML is overgewaardeerd. En bijvoorbeeld die Broadcom, daar kan ik wel iets over delen. Als je kijkt naar onze uh, homepagina, Happy Investors, zie je het resultaat van de Happy Aandelen. Ik ben zelf heel erg gericht op groeibeleggen. Ik ben echt een groeibelegger, uh, uh, dus op aandelen, maar we hanteren eigenlijk drie criteria: criteria value aandelen dividendaandelen en de groeiaandelen. Nou onze groeiaandelen doen supergoed. Uh, op dit moment eigenlijk nog veel beter dan uh, de huidige stand van zaken. Maar die uh, Brodcom, daar heb ik dus uh, op de Happy Aandelen Analyse is geadviseerd of ik moet eigenlijk zeggen uh, uh, aanbevolen op 13,7 uh, tegen een instapprijs van 480. Nou de huidige koersprijs is hoger, maar hier was het nog uh, 1100. Want het rendement is er nog maar bijgewerkt tot en met 15 december, dus ik moet hem binnenkort even bijwerken. En hier hebben we al 120% rendement gehaald. En als we kijken naar vanaf het moment van aanbevolen tot en met hier, hebben we dus 170% rendement gehaald op Broadcom. Het is nog steeds niet het moment om Broadcom te gaan verkopen, maar ik kan je verzekeren, dit aandeel is overgewaardeerd en dan gaan we zo meteen in de video gaan we het daar uh, even over hebben. We gaan het ook wel hebben over NVIDIA, ASML. We kunnen ook TSM uh, meenemen en ook uh, AMD. Dat zijn toch wel de grootste posities op dit moment en daar zit toch wel een kleine variatie in als we kijken naar de huidige top 10 positie. Dat zien we hier, dus de huidige top 10 positie uh, bijgewerkt tot en met uh, 22 maart is 20% in Nvidia. Dus dat is al een grote verschil. Nou ook Taiwan, Semiconductor heeft 12% nu, Broadcom, ASML en Qualcomm is nu eigenlijk de, uh, de vijfde grootste in de positie. Maar de rest is relatief, ja 4% dat is oké. Okay. We zien wel het nummer of holdings uh, is 25 en we zien dat het concentratierisico iets is afgenomen ten opzichte van vorige maand. Uh, maar nog steeds, dit is risicovol. Nou, die koers uh, <laughs> was heel erg goed. Verder staat er eigenlijk niet zo heel veel bijzonders op deze website. Je kunt altijd nog de fact sheet downloaden. Hier zie je eigenlijk een soort van samenvatting van bijvoorbeeld het rendement dat gehaald is, de top 10 posities weer. En ook de stukje spreiding uh, en dat zien we hier opsplitsing naar landen. Dus 75% van de aandelen, van de semiconductor aandelen in deze ETF zit uit uh, Amerika. En natuurlijk, die hebben wereldwijde sales, de meeste, uh, maar niet allemaal. Ja, een deel is Nederland, dat is uh, vooral ook ASML. En Taiwan uh, Region, ja, dat is bijvoorbeeld TSM. Uh, en de rest is eigenlijk niet zoveel. Dus deze heeft ook naast concentratierisico ook nog best wel geografisch risico, namelijk veel in de Verenigde Staten. We hebben het al gehad over de top 10 holdings van dit moment. En als we gaan kijken naar bijvoorbeeld het risicoprofiel. Nou, dan is dat toch relatief hoog. Dus het aandeel krijgt nog steeds een, een, een strong buy. Dat betekent een soort van top ETF. Uh, iedere maand publiceren we ook op Happy Investors Community... een overzicht van de maandelijkse top ETF's. Daarom hebben veel leden ook de Vanex Semiconductor gekocht. Maar we hebben deze al maanden geleden gekocht. En niet, uh, uh, niet op dit moment. Maar op dit moment krijgt het nog steeds wel een hoge score. It impliceert dat het nog steeds een strong buy is. Nou, dat is vooral op basis van die momentum. Een ETF met een heel sterk momentum... Heeft de uh, waarschijnlijkheid in ieder geval op korte termijn om een sterk momentum te behouden. Het is gewoon het grote geld volgen. En dit is heel belangrijk. Want zometeen ga ik je laten zien hoe je het grote geld ook kan volgen, wanneer het al de positie aan het afbouwen zijn. Je moet begrijpen, die, die fondsen die beleggen met uh, miljoenen, soms zelfs uh, miljarden. En als grote fondsen gaan verkopen, dan zie je een hele langzame trendbeweging naar beneden toe. En daar wil je op anticiperen, zeker uh, als een aandeel, of in dit geval een ETF, in mijn optiek overgewaardeerd is. Dan ben ik. Even vergeten, dus ik ga even heel snel terug. Uh, die koers winstverhouding, uh, price to earnings ratio is 38. En ik denk dat die op dit moment een maand later zelfs nog hoger is dan die 38. En de price to book ratio, de koers slash boekwaardeverhouding is 7. Nu, normaliter, als een aandeel een PI heeft van 40, wat gewoon kan, uh, in deze huidige uh, uh, maatschappij en ontwikkeling van de markt, dan moet hij ook een hele sterke earnings yields hebben. Uh, en de kans is hier dat de winstgroei, zoals die verwacht wordt, die hoog is, natuurlijk semiconductor. Als iets heel erg hoog is qua verwachting, eh, dan is het toch best wel lastig om dat te evenaren. Dus er hoeft maar iets klein tegen te zitten. Een kleine tegenvaller en er komt een flinke correctie aan. Dat, dat sowieso. Maar op dit moment is de uh, momentum nog erg sterk. Nou, kosten zijn oké, okay, dividend is uh, heel erg laag, maar het risico krijgt wel een D-. -min. Waarom? De standaarddeviatie is uh, relatief groot, een zeker vergeleken met median. Maar hier zit natuurlijk ook hele gespreide ETS in. Nou, wat betekent dat nou? Dit betekent gewoon dat er hele grote koersschommelingen uh, uh, ja, snel kunnen gebeuren. Dat zal ik zo meteen eventjes nog laten zien. We zien de number of assets, top 10 holdings is uh, 72, dus ietsje afgebouwd qua concentratierisico. En de tracking error is ook niet zo super goed. De turnover is relatief laag, betekent dat er relatief uh, veel van dezelfde aandelen nog steeds in het fondsje blijven. Maar ja, goed, het zijn maar 25 holdings. Er zijn ook niet super veel semiconductor aandelen, dus dat is relatief logisch. Nou, op basis van een zekse rankanalyse, dan moet ik even mijn hoofd verplaatsen, die geven een strong buy. Dus die geven ook nog steeds een strong buy op dit moment voor deze ETF. Daar hebben ze verder een analyse over gegeven. En ze geven ook een uh, langere termijn analyse. Over dat er bijvoorbeeld mogelijk uh, de PC-verkopen uh, ja, verzadigd is. En ook smartphone-demand is relatief uh, raakt verzadigd. Maar er zijn allerlei andere ontwikkelingen. Zoals natuurlijk 3D-printers, uh, autonome auto's. Uh, Internet of Things mogen we niet vergeten. En natuurlijk kunstmatige intelligentie. Dat zijn allemaal redenen om wel deze ETF te kopen. Dus ik vind deze ETF nog super interessant. Alleen de vraag is. Moeten we nou gaan instappen? Nou, ik denk niet dat dit moment is om uh, de semiconductor ETF te gaan kopen. Ik denk ook niet dat dit het juiste moment is om te verkopen. Ik zou nog heel even vasthouden. Eerst even terug naar de standaarddeviatie. Er stond een de standaarddeviatie van 30. Nou, wat betekent dat in praktijk? We zijn hier in het jaartal uh, december 2021. En een aantal uh, maanden later, dus in oktober 2022... zien we eigenlijk een, een gerealiseerd daling van min 42%. Dat betekent standaarddeviatie. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe extremer deze schommelingen zijn. Dus als jij niet bereid bent om op een bepaald moment te kopen en ja, in je, opeens in je portfolio min 40% te zien, of bijvoorbeeld je hebt 10.000 euro geïnvesteerd en je staat op min 4.000 euro, hmm, dan moet je misschien van deze TMTF's wegblijven. Andersom is ook waar, als je een beetje op het juiste moment koopt, kan je zomaar in een relatief kortere tijd van 1 of 2 jaar een hoog rendement behalen. Nou, zo'n dus 150% is wel echt heel hoog en dat zien we niet heel vaak. Maar dit is natuurlijk ook vanwege de AI-boom. Interessant is om te gaan kijken van wanneer gaat nou het schip keren? Wanneer gaan de grotere partijen steeds meer van hun posities afbouwen? En dat gebeurt heel erg langzaam. We zien op dit moment een flinke stijging, dus het momentum is echt heel erg sterk. Uh, en het momentum neemt eigenlijk alleen maar toe op dit moment. Dus dit is nog niet het moment om te verkopen. Maar wanneer dan wel? Laten we bijvoorbeeld deze uh, situatie hier nemen. Dit is wel interessant. Eigenlijk zien we hier dat die MACD... Hieronder, uh, en dat ga ik je uh, niet in deze video uitleggen wat het precies is, maar dan kan je natuurlijk opzoeken ook wat het inhoudt. En we zien dat de uh, stochastics eigenlijk hier uh, begint uh, vlak te worden en de MACD ook. Nou, de stochastics, hoe het ook uitspreekt, geen idee, maar die geeft hier met deze blauwe lijn, dat is de kooplijn, die kruist hier eigenlijk de verkooplijn door. Dus dat is eigenlijk een soort van early warning signal. Dan zien we dat hier de MACD ook weer de blauwe lijn die doorkruist, de oranje lijn. Dat gebeurt ergens hier in deze week. En je kan het ook zien aan histogram, die krijgt de kleur rood. Eigenlijk betekent dit gewoon dat momentum afneemt en dat er meer verkopers komen en minder kopers. En daardoor wordt de prijs op korte termijn beïnvloed. Op lange termijn is het een heel ander verhaal, maar dit gaat even puur over korte termijn. We zien hier ook de EMA-lijn. In het verleden heb ik de SMA200 gebruikt, alleen die EMA-lijn geeft snellere reacties. Weer. Dat heeft ook wat nadelen, maar wat interessant is als zowel de MACD kruist en die stochastics die uh, kruist en de prijs hier, deze blauwe lijn, die kruist doorheen die EMA-lijn. En je kan eigenlijk candlesticks gebruiken, maar ik gebruik uh, de lijn, om het, uh, dat is mooier om te laten zien. Ja, dan zou dat een verkoopmoment zijn. Dus eigenlijk hier, op dit moment, uh, dat is uh, september 2023, was een verkoopmoment. Alleen je ziet er hier dat de daling was relatief klein. Nou, hier hebben we de EMA 50, deze oranje lijn. We zien hier dat de prijs die krijgt, die veert eigenlijk terug op basis van die EMA 50, maar ook op een supportlijn. Dus uh, die supportlijn ligt hier op een, uh, een niveau van, ja, die zal nog een beetje doorgetrokken worden. Op een niveau van uh, 140. En hier zie je dat hij dan weer terug veert. Dus best wel interessant op korte termijn om dit soort zaken te zien. Alleen je vaak ziet het wel een beetje aankomen dat, en dat zie je hier ook een patroon, de koers begint een beetje vlak te raken. Nou, hij kan, hij kan niet meer doorheen die vorige piek stijgen. En dat gebeurt hier ook. Hier kan hij niet meer boven deze piek stijgen. En Dit is allemaal puur technische analyse. En alleen op basis daarvan moet je geen besluiten nemen. Maar we weten nu dat de relatieve waardering van dit, deze fondsen, of dit fonds semiconductor, is al relatief hoog. Betekent eigenlijk dat er gewoon meer neerwaarts risico is. Op dit moment is die momentum heel erg sterk. Dus ik ben heel erg benieuwd voor de komende uh, twee, 1 um, tot 3 maanden, zou ik zeggen, hè, tot en met uh, juli, of, deze, ja, of die ETF nog verder blijft stijgen. Of dat hier nou toch ook een soort van patroon komt, zoals we dat hier al zien. Hè, dus dat eigenlijk de koers begint af te vlakken. En dat er eigenlijk steeds minder kopers in de markt komen. Nou, en dat is toch wel leuk om te zien. Als hij dan begint te dalen, dus er wordt een, een piek. Stel nu dat dit de piek is en hij begint nu een beetje te dalen. Vaak zie je dan dat hij nog één keer probeert een poging te doen om toch die piek te bereiken. Dat gebeurt dan gebeurt dat niet. En hij zakt dan door een, uh, wat een weerstandslijn zou kunnen zijn. En hij zakt ook door die EMA 20. En de MACD kruist naar beneden toe. En we zien dat die stochastic lijn ook begint te dalen. Dat kan al zijn dat hij hier al een daling begint te nemen. Hmm, dan zou dat toch wel eens een moment kunnen zijn om op korte termijn. Een, in ieder geval een deel of alles te gaan verkopen. En als je heel veel geluk hebt, dan daalt die heel veel verder. Als je geen geluk hebt, net zoals in deze situatie, dan heb je eigenlijk hier net iets te vroeg verkocht. Nou, dan is die nog ongeveer 5% gedaald of zo. Alleen dan moet je weer wachten op een nieuw koopsignaal. Nou, wanneer is dat? Pas als die Stochastics hier kruist. Hier kruist de MACD. En hier kruist al de uh, EMA 20. Hè, met de prijs. Dus eigenlijk zou je, omdat hier de MACD kruist, hier ergens in deze week, zou je pas hier willen kopen. Dus je hebt hier verkocht, uh, hier heb je verkocht en je koopt hier verder. Dus eigenlijk heb je een korte termijn tradeverlies van 12%. Dat is niet zo goed. Alleen dan zie je wel weer dat de, dat de koers verder stijgt. Alleen dit zien we op basis van achteraf terugkijken. Wat nou als die prijs toch verder was gedaald? Dan had je op tijd uitgestapt. Dus dat, dat is heel interessant om dit zo uh, te gaan blijven volgen voor de Semiconductor ETF. En natuurlijk, dit principe kan je ook gebruiken voor de aandelenanalyses. Laten we nu eens gaan kijken naar een aantal van die aandelen waarom ik vind dat ze overgewaardeerd zijn. En ik kan natuurlijk naast zitten, alleen ik denk alleen maar in kaders van risico's. En er zijn veel betere aandelen te selecteren met relatief wa lage waardering en mooie groeikansen, versus de populaire aandelen die nu echt een hele dure waardering hebben. Kan zijn dat die verder blijft stijgen, want ook voor die aandelen geldt hier dat ze een sterk momentum hebben en dat we niet te vroeg willen verkopen. Maar voor mij is het zeker geen moment om nu semiconductor aandelen of de semiconductor ETF te kopen.